gemaakt. Dit verlichte dadelijk van dit prachtige gemaal. Die zou ik graag naar voren willen roepen om wat vragen te stellen. En dat is mevrouw Van Zoelen van het Hoogheemraadschap. Mag ik een applausje voor haar? En ja, u weet het niet, maar zij is tevens de eigenaar van het gemaal. De heer Schuiling, oud-voorzitter van de deelgemeente. En last but not least, Greet Wijs, ex-raadslid en tevens initiatiefnemer van dit geweldige project. Dat is 8 jaar geleden, heb ik dat in de deelgemeente gezegd. En Gerard van Lucas de Boer, die is toen aangetreden als nu als voorzitter, die was en was een beetje voor mij wel vervelend op de duur. Want ik kwam zeggen, is er nou helemaal geen geld, Lucas of Gerard? Ik wil zeggen dat daar verlichting komt. Dan kan je het laten zien wat je in Krooswijk hebt. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik vind. We moeten heel blij zijn met die prachtige deelgemeente. De dingen die we hebben, wat meer tevreden zijn. Dat is eigenlijk alleen de gedachte van mij geweest om dat te doen. Hebben jullie namens het dagelijks bestuur besloten om dit allemaal te gaan betalen? Vrij simpel verhaal. Hè? Lucas, Peter en Jannie en al die raadsleden die hier zitten, zijn allemaal belangrijke mensen en die zijn de overheid, de deelgemeente. Maar die deelgemeente kan natuurlijk helemaal niets als de bewoners zelf geen initiatieven nemen en zelf niet meedoen aan kleur en fleur en allure aan te brengen in die wijk. En de deelgemeente staat natuurlijk met name voor schoon, heel, veilig. Dat mensen prettig in hun leefomgeving kunnen wonen, dat ze daar hun zin hebben. Dat is de belangrijkste taak van de deelgemeente. Maar om het leefbaar te houden en mensen daar een goede plek in te geven. En te zorgen dat hun ideeën dan ook waarheid worden. En dit is zo'n idee waarvan je zegt, dat geeft allure aan dat huisje. In die zin zegt de deelgemeente dan ook, we hebben geld om dat te doen. Daar is de deelgemeente voor, er zijn budgetten voor. Maar we hebben de mazzel, ook een beetje de pech. De pech dat we vogelaarwerk zijn, want het betekent dat we ook wat achterstanden hebben. Maar de mazzel is ook dat we zoveel geld nu krijgen voor langdurige projecten, maar ook voor bewonersinitiatieven, dat je juist dit soort initiatieven daar ook uit kunt betalen. En dat betekent dat het de laatste anderhalf jaar iets sneller gegaan is, want we konden veel meer van die bewonersinitiatieven honoreren. Het is een oorspronkelijk is het een visvuil. Nee, een vuilvishuisje. Een vuilvishuisje. Het is natuurlijk fantastisch als dat op een gegeven moment in de schijnwerpers komt te staan. En u als bewoners kunt u allemaal natuurlijk het toezicht oog erop houden. Dus daar heb ik al een heel goed gevoel bij. Dat huisje dat het zo verlicht is. Hartstikke leuk. Kijkt u daar elke avond naar nu? Of? Ja, wij zitten s'avonds naar te kijken. Ja. Bent u een bewoonster van de Hoppestein? Ja. Ja. Hoe lang woont u hier al? 16 jaar. 16 jaar. En naar tevredenheid? Nee. Naar tevredenheid? Ja, wel. Ja? Moet er zelf wel van maken, hè? Ja.